gens à l'esprit. Pour Allah Santa, Waka bonjour, nous n'y contre Diaso. Maman sera nan, Kourou Diono, Kourou Dine Pichin, qui est gros con. Tout son moudou, à ta part d'autres drapés. Il n'y a pas de nana, Tejaman, contre. Saka fashi. Eminode. Saweka. Karmine. Maduro doro. Uno waarmine. Zojuist heeft u mogen ervaren dat bij Kwaku, het standbeeld van Kwaku, een pangi voor Kwaku is aangetrokken als kledingstuk, wat elk jaar gedaan wordt ter ere van onze voorouders. Voordat we zijn gekomen bij het punt om dus een kwaku te kleden, hebben wij dus een start gehad vanaf Kojo Mentor en Presentplein. En dat we groemen, want diep groemen, met dat moto naar in jubere, kon hij ati. Fu, met den bigisma, firi, want in praxeri we go baka, we go lupu van in tam. Lobby sa jepo nu fu fenu sere baka. Na in praxeri we draai go baka na vivo wo. We draaien op elkaar naar de profeen, de kabraat. Die weet is wat veel tak de nasraaf. Nang alle lespeji we gaden, puji den grani. Putaki den tanyi na tak gran tanyi. Fudi den psa somen gomosa, somen tesi. Somen langa vipi, somen affrontu. Da vetaki gran tanyoi. Gran tanyoi. Mi kongi granoi. Mi lobu no. E o lobu serefito. Van daaruit hebben we gelopen langs de waterkant. We zijn Fort Zeelandia voorbij gelopen. En uiteindelijk is onze eindstop Kwaku geweest. De bedoeling van die loop, het doel eigenlijk, is meer om ere te brengen. Om een stukje dankbaarheid te tonen aan onze voorouders die onder het juk van slavernij geleefd hebben. En dankbaar voor het feit dat zij een strijd gestreden hebben. Waarom vandaag wij als nakomelingen van hen kunnen zeggen dat wij vrije mensen zijn. Fysiek, ook al zijn we niet helemaal tevreden met onze positie, maar we mogen niet ontevreden zijn. Ave. Zijn eigenlijk meer een symbool geweest. Zoals u weet was er vroeger geen verlichting en de mensen gebruikten dus vroeger zo'n kokolampu. En dat stukje, het is een stukje geschiedenis, hebben we eigenlijk meegenomen. Je zou zeggen dat het niet zou passen in deze tijd omdat er genoeg verlichting is, maar het is een stukje geschiedenis, dus we blijven het hanteren. Bye.
Mijn hoop is dat een dagje alle zwarte mensen elkaar kunnen begrijpen in eenheid. Dat wij vooruitstreven samen met alle andere bevolkingsgroepen in Suriname samen kunnen helpen om Suriname op te bouwen. De manier hoe we ons gedragen naar anderen toe, dat zal de manier zijn hoe anderen ook naar ons zullen opkijken. Dus laten we beginnen bij onszelf, positief opstellen, een voorbeeld zijn voor de rest. En dan geloof ik dat een dagje we sowieso de plaats zullen krijgen die wij verdienen.